Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Zintuigenkrift. En vandaag staan we bij Volk van Laaf. Dus we gaan vandaag Volk van Laaf doen. Het Volk van Faas. Ja, of Volk van Faas. Ja. Bah, wat gaan we eerst treffen? Ja, we zullen eerst alles doen en als laatste de monorail. What the fuck is dit? Ja, dit is zo het hart van Volk van Laaf. Hier wordt zo alles uitgelegd zo. Je hoort normaal een verteller te zijn, maar precies nu niet. Oké, gaan we dan de monorail al treffen, of niet? Nee, als laatste. Oei, check hier, dat orgel. Ja, ja mensen. What the hell? Oké, verder. Wat is er nog? Hier zijn de wipplanken. Oh, de bloemen zijn er afgerond. Ah, hier zijn die wipplanken. Grappig dorpje. Ja, alleen de huizen zijn kaal, daar zit niks. Zo in, zo in het lachhuis en... O ja. Wat zo, dit is een... Ja, kom hier. Ja. Hier zit dat is de babysitster, eigenlijk. Dat zijn allemaal baby's. Ja. Ah ja. Hier ben ik nog nooit binnen geweest in Dicht. Heb ik nog nooit gevonden. En het rare is, die baby's, ze voeren die gewoon wijn. Oké, verder. Wijn. Ziet hem doen, hij wil weer rap zijn. Hè. Ze geven die alcohol, ja. Ja, wipplanken, joepie. Ik kunt erop. Ja, maar marcheert niet zin. Allee, zeker met je spritgewicht, dat gaat niet eens omlaag. Ik weeg 73 kilogram. Wacht, wat is dat? Ah. Lals Brouwhuis. Dat is wel veel, hè. Wacht, waar zit er nu weer? Ik zie je. Ik ben wel 73 kilo, ja. Ja, maar al uw geboef altijd. Ja, ik fret veel. En ik sport niet, dus dat komt niet goed. Ja, ik wel. Ja, ik niet. Deze tijden niet. Oh, what the fuck. Dat is hier ook interactief. Brouwen. Ja, ik sport wel, Mike. Ik let niet op mijn voeding, dus... Ik val niet af ofzo, ik kom ook niet bij, ik blijf gewoon... Nee. Ja, de laatste tijd is er geen judo meer, dus ik fret evenveel, maar ik sport niet. Van judo, jongen, gedoe met dat. Jawel, je beweegt daarbij. Wat is dat hier? What the fuck? Dat is een fretzaak. Lurk en limoen, wat is dit? Er zit niemand. Wat is dit? Een boom. Hier moet je gaan zitten ofzo en je krijgt iets te drinken. Ik heb eens iets. Ik heb bij de magische klok eens iets gehoord van proeven. Is dat dus? Ik weet niet. Wat is dat hier? Ik ben in het water hier. Sta op de plaat en laat je bewonderen. Want waar bent jij nu? Ik kom naar uw app. Danny. Ik weet niet wat er gebeurde, man. Maar jij is weer kaal, mensen. Waar zit dat? Wat? Die muziek in dat dorp is echt raar, hè. Het is continu dezelfde muziek. Ja, okay. Dit is het zweefhuis. Ja, op water zit dat. Ja, is met veren eronder, dus dat kan een beetje bewegen. Oké, verder. Hier hebben we dat ooievaarsnest ofzo, of is dat deze? Of is dat die een bekker die daar aan die molen hangt? Nee, precies niet. Blijven volgen. Ik word echt zot van die muziek, mensen. Blijven volgen, alsjeblieft. Oh ja. Dan wordt het dan nou weer. Ja, ik ben gehuurd. Ja, ik zit nu terug bij dat zweefhuis. Ja, ik zie het. Monsieur Cannibal. Ja, maar ik zit vragen als een klote zit daar niet. Ja, we zullen reizenrijk zo in de volgende video doen met Polka Marina en Vogelrok. Michel Cannibal en zo. Allee, wat is hier? Zijn de glijbanen? Ja. Dat is toch maar lopen, dus dat voert. Dan zijn we hier bij de stoemste bestemming van de wereld. De school. Kom eraan, vetje.
de school. Amai, mensen zitten over de ruimte. School is leuk. Als het lijkt als de school leuk is. Dan lijkt niemand. Waar zij gaan? De school. Ja, ja. Ik ben in een grot. Een grot. Met die put. Wat, daar bij het begin of wat? Ja. Wacht, blijf daar, ik kom. Ah, maar dat is een moment. Ja, altijd met zijn geslaag. Ik heb een grappige skin, jongen. Dat skin ziet er goed uit. dat is fucking grappig als die tikt, jongen. Fuck. Wat zeg jij nu? Ja, hier is de school, fucking lelijk. Ja, ik zie je niet. Zoek dicht. Zullen weg zijn, hè. Die school zit... Mensen, waar zijn we rennen? Die school zit vol brave kindjes, want een van al die gasten die zitten alcohol te zuipen. Ja, ik weet weer niet waar het die gasten nu is. Maar, jongen, zeg jij nog altijd niet? Nou, daar is hem, ze, hè. Nou, daar is hem. Ah. Daar is hem. Altijd met zijn geslaag, zo. Amai, dat is net voor lelijke kinderen, ja. Deze hebben we ook in school, maar dat is dan met allemaal kleine Jonasjes. Echt, dat is echt verschrikkelijk. Oké, we gaan door. Ik zal maar rustig aan doen, want anders kunnen we niet volgen. Wacht, even zien waar die Jens is. En hier. Wat is er nog? Wacht, hier zijn we niet meer in het gebied, dus wat is dit? Een klein speeltuintje, precies. Ja. Nou, we moeten terug naar hier, want we zijn buiten. Zie je? Wacht. Ah, hier is de bekker, omdraaien, snoel. Snoel. Het is snoel, mensen, dat ik het niet door de vingers zien. Oké, hier. Ja. Amai, Jens en Bekker is hier. Oh, die werken echt. Dat is mooi. Dat is precies Ronaldo hier. Ik ken die kop precies. Oké, okay, waar ben ik nu? Waar zeg jij? Ja, die particles lijken op bloem, dat is goed gedaan. Ja, en hij is weer weg. En ik ben terug. Waar is... Ah, maar jij is hier dan, hè. Ach, dat was dat, dus hier nog. Wat is dit, een wachtzaal? Ah, hier hebben we het lachhuis. Dat zal wel niet werken. Dat zal wel niet werken, want... Als je hier op de trap gaat staan, op die treden... Dan hoor je geen grappig geluid, dus nee, dat werkt niet. Veilig. Oké, dan hebben we alles gehad, dus dan gaan we nu de monorail doen. Dat zijn de karretjes. Verkeerde kleur, die moeten groen zijn. Of lichtgroen, heel lichtgroen. Oké, wat nu, vetje? Ja, we zijn er. Oké, monorail. Wacht, die is put. Oh my god, 30 minuten wachttijd vanaf hier. Voor een monorail, ja, dank u. Nee, dank u. Maar serieus, dat kan zo lang zijn, hè, want ja. Er kan maar twee man in zo'n slak, dus... Is dat zelf trappen? Dat was vroeger, maar nu niet meer. Dat is jammer. Trappen is leuker. Maar het zijn wel modellen, dat kan van sprookjeskrift... Ja, blijf op. Instappen, jong. Ja. Ah, eindelijk, we zijn weg. Ja, nee, Gerst, we zijn weg. Nou wordt het tijd. Een video zonder miserie, dat kan ook niet, hè. Ja, we pakken ze. Deze gaat nog wel snel. Ik ben bang, jongen, die gaat veel te rap. Wie gaat er ga een bakken snoep, ja. Ik ben bang, jongen, die gaat veel te snel. Wij krijgen ook zo'n monorail. Ja, je kunt je ziet ze vliegen, zeker? Die komt op dit moment in. Op dit moment komt hij in Ice Age, maar misschien al Viking veranderen. Want we hebben vroeger iets in Asterix en Obelix Island staan, was een gebied in Park Flying Eagle. En ik heb dat gebied bewaard en dat ga ik in History Park zetten. Nee, hè. Oh. Ja, wel verbeteren. Jij zei dat goed was. Dan moeten we meer hebben, zei je. Dus ik stel voor dat dit blijft, zei hem dan. Bewijs op camera. En boven dat dorpje kunnen dan in de monorail zitten. Of het volk van Faas kopiëren, want dat vind je natuurlijk weer professioneel. Ja, dat is het beste van het helemaal. Nee, ook lelijk. We moeten het verbeteren dan.
Ja, dat is met struidaken, dus. Ja. Uw abhoudstijl van vroeger was gewoon echt fucked up, Jens. Oké, kijk daar, hollebolle gijs. Maar... Waar zou ook werken met audio? Papi. Misschien. Het is ook de, het is ook de eerste hollebolle gijs die ik heb gezien. En bij Max en Moritz. Ook. Dacht ik. Ik weet ze niet precies staan. Ik weet die kapitein van Papier daar wil staan en die... Ja, die Tirolse die zo altijd zegt van... Papier hier, dankse, dankse. En hier is dat een vogel. Nee, laat maar, dat is niet hier. Hier zien we wel larven op... Het zijn gewoon villagers. Ik zeg altijd eens... Wat zegt gij? Dat dit een enge ride is. Ja, ik zeg altijd, Johannes is poxie. Dit is een... Die is super hoog, man. Maar een paar meter, jongen. Wie gaat die kar omvallen, jong? Je ziet eerst zijn kop door het karken van achter. Ja, dit is die... Jij gaat bang zijn voor een murderwil, dat zal niet omkanten. Je ziet zijn dikke kop langs achter, jongen, door het karken, jongen. Zet je al eens in Plopsaco geweest? Ja, dat is echt super eng, die stoeltjeslift, ja. Ah, wel ja, dat wil ik dus zeggen. Als je in die stoeltjeslift moet je zeggen, stil blijven zitten. Want als je schommelt, kun je eraf flikkeren. Ik ben erin geweest, super eng. Die stoeltjes die hangen niet vast aan, die kabelen. Die liggen daar gewoon op. Dus als je schommelt, krak, eraf. Dat is echt super eng, ik kan er nooit meer naartoe. Dus ik ga nooit met u in die stoeltjeslift, want ik ken u. Want jij zult zeggen van, ik ga even schommelen. Ja, het is hier veel, dus we zullen moeten tp'en, maar... Dan zijn we toch aan het einde gekomen... ...van deze gebied. Gaan we nog een attractie mee pakken, of wat? Wat heb jij? Nee. Reizenrijk en Polka Marina en zo, en stoomtrein. Jensje is kaal. Wat was dat? Wat was dat? Ik zei, Jens, hoe gaat het ermee? We gaan stoomtrein ook doen in één video. Welke? Het is dus nog een stoomtrein, volgt er nog in één video, en dan nog een video met Vogelrok, Michel Cannibal en Polka Marina. Ja, maar voor nu is genoeg geweest. En dan zijn we rond ongeveer. En dan is het wachten op halve maan en zo. Ja, vierkant. Ja, jij zit dan nu al. Ik zie het aan uw kop. En uw kop zit vanuit door het karken heen, jongen. Als je, kijk, dat is die bekker. Die een bekker die aan die molen hangt, daar links. En die een ander is daar met een deegel om aan te kloppen. Wat is dat? Wat een lul. Ja, en schoon, we zullen de outro hier doen in het slakkenspoor. Dit was de video in Volk van Laaf. Dus like en abonneer en ciao. Later.